In deze film vervangen we een afbeelding op een laptop. Je zou ervoor kunnen kiezen om in deze foto een nieuwe foto te plakken en deze precies goed te modelleren naar het scherm van de laptop. Maar ik ga het net iets anders doen. Ik ga het doen op een manier dat je ook heel eenvoudig weer gewoon een nieuwe foto erin kunt plakken. Zonder dat je alles weer op maat moet gaan maken. En om dat te doen begin ik eerst gewoon heel simpel met een nieuwe laag. En dat doe ik hierboven via Nieuwe Laag. En die noem ik Scherm. In deze laag moet ik gewoon heel eenvoudig een nieuw vierkant gaan tekenen. En een vierkant tekenen kan gewoon met een eigen tool. En die vind je hieronder. En zie je daar nou iets anders staan? Als je erop gaat staan en je houdt de muisknop ingedrukt, dan zie je tal van gereedschappen, waaronder ook rechthoek. Nu is het even belangrijk om de verhoudingen van het scherm ongeveer goed in te schatten. En ik denk niet dat dit een verhouding heeft van 16 bij 9, wat normaal breedbeeld is. Ik denk dat dit net een tikkeltje hoger is en dat het 16 bij 10 is. Dus ik moet een vierkant gaan maken wat in dezelfde verhoudingen zit. Om het vierkant te maken moet je zorgen dat deze tool in de modus pixels staat. Je kunt namelijk ook voor een vorm of een pad kiezen, maar je moet echt gewoon voor pixels kiezen. Als voorgrondkleur pak ik zwart, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit welke kleur je kiest. En om het vierkant te maken zou je nu een vierkant kunnen trekken, maar dat doen we ook niet. Je klikt gewoon één keer ergens in de foto. En dan krijg je deze pop-up. Nou, en de breedte, die maak ik 1600. En de hoogte maak ik 1000. Want ik denk dat dit scherm 16 bij 10 heeft in verhoudingen. En je ziet, ik krijg gewoon een rechthoek. Deze rechthoek moet dadelijk het scherm gaan vormen. Maar ik ga hem eerst omzetten naar een slim object. En je zult dadelijk begrijpen waarom. Om hem om te zetten naar een slim object, ga ik gewoon naar laag en zeg ik slimme objecten omzetten in slim object. En er komt bij mijn laag een heel klein icoontje bij en daarmee is het een slim object. Nu kan ik het dus gaan plaatsen in het scherm. Dat doe ik natuurlijk met het verplaatsgereedschap. En ik zet hem gewoon ergens in een hoek. Eventueel kun je nog inzoomen om te kijken of hij echt goed staat. En je kunt hem wat preciezer positioneren met de pijltjes toetsen op je toetsenbord. Dit is op zich wel aardig. Ik heb nu één hoek goed. Maar de rest nog niet. De rest moet eigenlijk ook gewoon netjes in het scherm komen. En dat doe je met het transformatiegereedschap. Dat vind je hierboven, dat kun je aanvinken of je drukt op de sneltoets Ctrl-T. Maar als je het hebt aangevinkt, dan krijg je dus een aantal hoekjes om je foto. En als je daar dan één keer op klikt, dan krijg je er een kruis in. En op die manier zit je in het transformatiegereedschap. Door met rechts te klikken kun je kiezen voor schuintrekken. En dat betekent dat je een van de hoeken gewoon kunt gaan verslepen. En dan blijft die gelijk in een van de lijnen. Dus als ik er bijvoorbeeld voor kies om dit punt te gaan verslepen. En ik ga dat naar links verslepen. Dan blijf ik gelijk aan de bovenste lijn. En de rest pas ik daarop aan. Nou, ik zet hem gelijk met het scherm. En dat doe ik ook voor de onderste. Waardoor mijn rechterkant parallel gaat lopen met mijn scherm. En dan trek ik heel eenvoudig dit punt gewoon naar boven. En wil je het nou echt precies doen, houd de alt ingedrukt, scroll met je muiswieltje en zo kun je inzoomen. Houd de spatiebalk ingedrukt voor het handje. En sleep gewoon langzaamaan de puntjes naar de hoeken. En als je klaar bent, kun je op enter drukken of hierboven op het vinkje. En vervolgens heb je je vierkant. Mooi netjes ingezet. Kun je het nou niet helemaal goed zien bij het verplaatsen? Je kunt ook altijd nog even de dekking een klein beetje terugzetten. Dan wordt je zwart wat transparanter en eventueel zet je het later weer naar 100%. In feite zijn we eigenlijk gewoon al klaar. We hoeven nu alleen nog maar het vierkant te vullen met nieuwe afbeeldingen. En dat doe je heel eenvoudig. Het is een slim object en dat slim object dat kun je vullen met iets anders. Door gewoon te dubbelklikken op het laagicoontje van het slimme object. Opent het zich in een nieuw venster, en in dit nieuwe venster kun je dus gewoon van alles doen. Het heeft de naam van de laag en de extensie .psb. Ik ga gewoon even een andere foto erbij openen. Weet je, ik open deze twee foto's. Die open ik gewoon in Photoshop erbij. En ik ga dus dit landschap in mijn scherm plaatsen in deze laag. En dat doe ik eenvoudig door gewoon op het laagicoontje te gaan staan, de muis ingedrukt te houden, hem bovenaar de laag van het scherm te slepen en hem los te laten op de laag. Aangezien we nog steeds in het verplaatsgereedschap zitten, zie je dat deze laag gewoon groter is dan mijn oorspronkelijke schermlaag. Dus die ga ik een klein beetje wat meer op maat maken. En ik plaats hem wat beter. Ik dubbelklik erop en mijn bewerking wordt toegepast. Nou, dit is het scherm zoals ik het dadelijk wil hebben. Maar we zitten dus in een slim object. En dit slimme object is gekoppeld aan de foto met de laptop. Als je nu gewoon heel eenvoudig dit opslaat, dus bij bestand kies je voor opslaan. Daar zit het. En als ik hem nu sluit en terug ga naar de foto met de laptop, dan zie je dat het scherm gewoon vervangen is met de foto. Wil je daar nou een andere foto op, dan is het gewoon kinderspel. Je dubbelklikt gewoon weer op het laagicoontje van de schermlaag en je komt weer terug in je slim object, zie je scherm.psb. En als ik dan de andere foto erin wil slepen, dan doe ik dat ook gewoon heel eenvoudig. Nou, deze is veel groter, zo groot zelfs dat je de hoekjes niet ziet. Zoom gewoon uit, hou de Alt ingedrukt en het muiswieltje om helemaal uit te zoomen en plaats hem gewoon netjes in je slimme object. Ik klik weer op opslaan. En ik sluit hem weer af. En je ziet op mijn laptop scherm heb ik nu die andere foto's staan. Nu kan het zijn dat deze foto's natuurlijk veel verschillen. Ik heb uh, wat minder verzadiging in de omgeving zitten dan in de oorspronkelijke foto op het scherm. En dat kan ik ook gewoon heel eenvoudig aanpassen met een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart witte bolletje. En ik kies kleurtoon en verzadiging. En ik kan ook dit koppelen aan mijn slimme object met een uitknipmasker. En dat uitknipmasker icoontje vind je hier. En als je daarop klikt, dan zie je dat er bij je aanpassingsfilter een klein pijltje naar beneden komt. En dat betekent dat het alleen aan die laag gekoppeld is. Dus als ik nu de verzadiging aanpas, als ik het bijvoorbeeld even extreem doe, alle verzadiging eruit haal. Dan zie je dat dat alleen effect heeft op mijn laptopscherm. Nou, het hoeft op zich maar een heel klein beetje. zo is het een stuk beter. En zo eenvoudig kun je dus gewoon een scherm van een laptop of een iPad of een tv vervangen. En op een manier dat je iedere keer op een vrij eenvoudige manier een nieuwe foto erin kunt plakken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!